Minister Prahlad Soudin van LVV roept de samenleving op de dammen van de overheid niet door te steken. De bewindsman zegt dat personen die onder water zijn gelopen en dichtbij een dam wonen, in bepaalde gevallen dwars over de dam een gracht graven om het water naar de andere kant te laten stromen. Soudin zegt dat deze mensen zichzelf en anderen in gevaar brengen. Mensen, doe dat alsjeblieft niet. Want nu breng je ook anderen in problemen. Je bent zelf al in problemen, je brengt ook anderen in problemen. Het zijn dammen, meestal van de overheid, komt er niet aan. We hebben vandaag nog gevallen meegemaakt dat wij aangifte bij de politie hebben moeten doen. Omdat mensen in de dammen gewoon doorsteken. Dus daar een waarschuwend stem. De gang tot een definitieve oplossing voor wateroverlast zal vanuit de agrarische sector worden bepaald. Minister Soudin geeft aan dat polders regelmatig onderhouden moeten worden en er niet gewacht moet worden tot alles weer is dichtgegroeid. In Nikeri hebben we al wat ervaring ermee. We hebben ongeveer een maand geleden middels financiering door een IDB-project hebben we zaken weer opgepakt dat de polders weer gesaneerd zullen worden en de nodige onderhoud zal gepleegd worden aan alle infrastructuur welke daar aanwezig is en uiteindelijk dat de gemeenschap daar, dat de boeren daar het onderhoud zullen overnemen. Want dan ga je een geval krijgen dat mocht een kanaal schoongemaakt zijn en onkruid begint weer te groeien en uiteindelijk ga je het uit je eigen zak moeten betalen, dat je dan een situatie gaat hebben dat men tijdig gaat ingrijpen. Want wat er nu gebeurt, men wacht totdat het weer helemaal is dichtbegroeid, totdat er weer zware machines moeten komen om het zaakje op te halen. Je gaat zien, en we zien het in ons buurland Guyana wel gebeuren, als je daar rondrijdt, dan zie je dat praktisch alle kanalen schoon zijn. Daar is er sprake van die waterboards en de boeren houden zich daaraan. Ze leveren een kleine bijdrage daarbij. Minister Prahlad Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Behalve dat kanalen in Suriname dichtgroeien, voordat het nodige onderhoud komt, moet er volgens de bewindsman ook verandering komen in het volgooien van de kanalen met allerlei afval.